Hoe kan je in SketchUp een object meerdere malen kopiëren en ze mooi in een lijntje zetten? Hoe in SketchUp een array copy te doen? Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. Misschien ben jij al een gevorderde SketchUp gebruiker en ken je deze truc. Maar wat wij merken in onze SketchUp 2-daagse is dat er heel veel mensen die SketchUp al lang gebruiken, dit nog niet kennen. En dat er dan wel eens een momentje van gevloek is in onze 2-daagse training. Dus hoe kunnen we nu zorgen dat we makkelijk één object in een array kopiëren, dus meerdere objecten naast elkaar plaatsen. Dus stel, je hebt een paal of wat het uiteindelijk ook is. Handig om er altijd een groepen van component van te maken, maar nu voor deze oefening is een component, nu is voor deze oefening een groep oké. En wat soms ook wel eens gebeurt, is dat mensen copy, Ctrl-C, Command-C, Windows Mac doen en dan Ctrl-V op Windows, Command-V op Mac om copy-paste te doen. Nu, kan, maar dan heb je het nadeel dat je eigenlijk niet weet waar jouw object echt terecht komt. Dus in SketchUp gebruiken we eigenlijk Move Copy, dus M shortcut, Ctrl op Windows, Option Key op Mac en nu kan ik eigenlijk mijn object kopiëren. Het voordeel is dan dat ik zie welke afstanden ik heb en twee, dat ik mooi kan uitlijnen. Dus stel, ik wil die op een meter van elkaar, 1m, enter en we staan mooi. En wat dan heel veel mensen doen is, de volgende 1 meter, de volgende 1 meter en zo verder. Kan, maar natuurlijk is er een makkelijkere manier. Eerst object, move 1 meter, 5x of wat je ook wil. En wat zie je nu? Hè? Dat je die balk of paal, wat het ook is, nu uiteindelijk 6 keer hebt. Dus als je dit 10 maal wil, moet je denken min 1, want er stond er al eentje. Dus als ik nu 9x doe, enter, dan heb ik in totaal 10 palen. Nu, wat ik ook nog kan doen, is zeggen 1,5, enter. En nu staan mijn paaltjes niet op een meter, maar anderhalve meter van elkaar. Dus zolang ik geen andere actie doe, kan ik zowel de afstand tussen de paaltjes of objecten bepalen als het aantal. Vanaf het moment dat ik eruit klik, iets anders doe, vervalt deze optie. Dus Move Copy is de manier om objecten te kopiëren in SketchUp. En dan de Array Copy, eerste object, tweede object, maal zoveel, is dan de andere manier of makkelijkere manier om meerdere objecten in een rij te krijgen. En zoiets kan je uiteindelijk ook gebruiken. Stel, je wil een trap tekenen. Even in de andere richting denken. Hè. Zullen we het even zo doen. En als ik nu zeg move copy, wel, je gaat klachten krijgen dat dat niet klopt. Move copy op dit punt hebben we natuurlijk vrij snel mijn trap. Technisch niet correct, het gaat natuurlijk om het idee. Dus Move Copy Array is een handige manier om objecten mooi, meerdere objecten mooi op een lijn te zetten.